Vandaag vertel ik graag iets meer over een van onze nieuwste protective wear collecties, de Force. Onze Force collectie bestaat net als onze andere standaard collecties uit een Basic en Exodus lijn en is speciaal ontworpen met het oog op de uitdagingen in de metaalindustrie. Maar met zijn diverse normeringen is de kleding uit deze collectie zeker ook een ideale oplossing voor sectoren als de machineindustrie en assemblagebedrijven. Als we het hebben over de Basic lijn, dan bedoelen we hiermee onze Force kleding. De modellen uit deze lijn zijn allemaal voorzien van de, meest, van de vier meest vereiste veiligheidsnormen en daarmee geschikt voor diverse uiteenlopende werksituaties. Kort samengevat is deze kleding voorzien van de volgende normeringen: de EN 1149 normering tegen staatse elektriciteit, de EN 11612, welke garandeert dat de kleding beschermt tegen warmte en vuur, de IEC 61482 normering tegen een elektrische vlamboog en natuurlijk de EN ISO 11611-klasse 1-normering voor het lichtere laswerk. De force lijn is vooral een degelijke functionele lijn, welke in de praktijk het meest gebruikt wordt bij manuele laswerkzaamheden als tiklassen en puntlassen, maar ook bij bijvoorbeeld het bedienen van een zuurstof- of plasmasnijmachine. De vele opbergmogelijkheden maken hem ontzettend praktisch en met de 2 2 k voelt hij wellicht wat stugger aan, maar beschikt over een hoge scheursterkte. De Force kleding is dus slijtvast en kan gewoon industrieel gewassen worden. De excellence lijn in de Force collectie noemen we onze Force Plus. De modellen in deze lijn bieden, net als de Basic modellen, een optimale bescherming tegen staatse elektriciteit, elektrische vlambogen, warmte, vuur en laspatten. Maar diverse modellen zijn daarnaast ook voorzien van de nieuwste zichtbaarheidsnormering, de EN 17353 Medium risk norm De Basic Force lijn beschikt enkel over een lastklasse E-normering. Maar de Force Plus bevat zowel modellen voorzien van klasse 1 als in klasse 2. Hierdoor is de kleding uit deze collectie dus naast de lichtere manuele laswerkzaamheden ook geschikt voor werkzaamheden als maglassen, plasmasnijden of thermisch opspuiten. Waarbij grotere hoeveelheden spatten of druppels gevormd worden. De 4-1 satijnbinding zorgt voor een betere afpaling van de metaalspatten en biedt in combinatie met de voorgevormde broekspijpen een wat hoger draagcomfort ten opzichte van de Basic lijn. Om ook het draagcomfort te optimaliseren in de zwaardere klasse 2 kleding, is ervoor gekozen om voor de achterzijde van de modellen een lichter 350 grams doek te gebruiken. Hierdoor wordt de kleding minder warm en zwaar. Op de voorzijde wordt bij klasse 2 gebruik gemaakt van een 450 grams doek. Een ander groot verschil tussen de basic en de Extens lijn is de uitstraling. De Force modellen zijn enkel in de Unicleur beschikbaar, terwijl bij de Force Plus kleding ook gebruik is gemaakt van accentkleuren. En strijping voor een verhoogde zichtbaarheid. Omdat de strijping relatief het meest kwetsbare deel is van laspatten, zijn deze bewust bij de schouders en bij het onderbeen aangebracht en niet op de romp waar de meeste spatten op de kleding terechtkomen tijdens het laswerk. Daarnaast sluiten de kleurstellingen van de Force Plus geheel aan op de kleurstellingen van onze Workwear -work collectie, de Shift. Dit biedt het grote voordeel dat het mogelijk is om al het personeel binnen een bedrijf werkkleding te laten dragen met dezelfde uitstraling.